Bij het woord Suzuki denken veel mensen vooral hieraan. Maar hun auto's zijn ook heel bekend. Deze Swift bijvoorbeeld ken je vast wel. Dit hier is de allernieuwste Swift. Hij lijkt trouwens wel heel veel op het vorige model. Deze nieuwe is breder, langer en hoger dan zijn voorganger. Wat ziet dat er allemaal lekker sportief uit, hè? En dat vind ik nou zo leuk aan deze Swift. Hij geeft je eigenlijk een beetje hetzelfde gevoel als de Mini. Met diezelfde lange daklijn. En kijk, omdat deze raamstelen zwart zijn, lijkt het net of het dak een beetje zweeft. Nadeel van die raamstelen is wel dat deze achterste nogal breed is. Als je binnenin zit en je kijkt over je schouder, dan kan je eigenlijk niet goed zien of daar een fietser zit. Oké, hij is dus groter geworden, maar is hij ook ruimer geworden? Suzuki claimt dat je er nu met 5 man in kan. Mannen, dat gaan we proberen. Nou jongens, zeg het maar. 4 of 5 man? Ik zeg 4. Ja, 4. Erin 2 zekers. 5 jongens, 5 jongens. Kijk wat een ruimte hier hebben. Kom eens, dingetje. Kijk. Deze deur, die blijft op elke gewenste stand gewoon openstaan. Dat is hartstikke handig, want meestal klapt die zo terug tegen je been aan. Dat is heel vervelend. Elke Swift heeft 7 airbags, waaronder eentje voor je knieën. Dat is hartstikke veilig. Ja, dat gebruikte materiaal, dat is een beetje aan de goedkope kant. Keihard plastic, maar... Ik heb wel alles wat ik nodig heb. Ik heb bedieningen op mijn stuurwiel, ik kan hartstikke goed de meters aflezen en ik heb een hele vette stereo. Deze Swift is leverbaar met maar 1 motor, een 1,2 liter benzinemotor. Die is goed voor 94 pk en dat klinkt best sterk, maar is hij ook vlot? Nou, dat is hij wel, maar alleen als je hem flink op toer houdt. Ja, dan gaat hij wel lawaai maken. En over lawaai gesproken, hier op de snelweg is hij echt ronduit rumoerig. Zo, eens even kijken wat deze auto doet als ik hem tot het uiterste tart op de testbaan. Elke Swift heeft altijd ESP en altijd traction control. Wow, zo, nou het grijpt goed in, maar ik merk wel dat deze auto brede banden heeft. Dat is niet zo goed voor de grip hoor. Jongen, dat stuurt mooi precies hoor. Suzuki heeft een paar aanpassingen gemaakt waardoor hij zo precies stuurt en minder overheld. Nou, dat merk je goed. Ja, leuke auto hè. Je gaat je afvragen wat dit nou allemaal kost. Nou, dat hebben we voor je uitgerekend. Bij een versie die 13.000 euro kost, is de kilometerprijs 37 cent per kilometer. Dat is echt goedkoop, want dan is dus de brandstof, verzekering, onderhoud en de afschrijving meegerekend. Ja, leuke auto die Swift. Hij ziet er lekker uit, hij is compleet uitgerust en hij is goed betaalbaar. Nadeel is wel, hij is op de snelweg erg rumoerig. Maar als je dat geen probleem vindt, dan heb je hier echt een hartstikke leuke auto aan.